Het antwoord op deze vraag is ja en nee. Er is een onofficiële versie van Windows 10 uh, die je kan draaien op de Raspberry Pi, maar die is heel erg traag omdat de architectuur, oftewel de samenstelling, gewoon heel anders is dan die van een desktop-PC. Er is wel zoiets als Windows IOT Core, en die is gemaakt om apps te draaien op deze architectuur, en die heet de Universal Apps, die zich kunnen aanpassen aan de omgeving waarin zij gedraaid worden. Het andere ervan is dat deze versie van Windows niet is zoals we gewend zijn van een desktop-pc, maar er zelf dus ook meer uitziet als een applicatie. Bedoeld is om op zichzelf aan de applicaties te draaien die bijvoorbeeld smart home applicaties in je huis mogelijk kunnen maken.